welkom hier. Ik ben ongelooflijk blij dat jullie in zulke grote getalen hier gekomen zijn. Dit onderwerp, Rio plus 20, zijn we de weg kwijt? Weten we überhaupt waar we naartoe gaan? Leiden alle wegen naar Rome en het treintje staat er niet helemaal voor niks. Is er nog licht aan het einde van de tunnel voor Rio plus 20 voor duurzame ontwikkeling? In 2012, vanuit het perspectief van Global Public Goods, zie je steeds meer dat ontwikkelingslanden zeggen, ja, hou eens even. Het kan niet meer op deze manier. En de manier waarop we de wereldorde en de politiek-economische orde hebben gearrangeerd, berokkent ons schade als wereldgemeenschap. Dus we hebben heel wat bereikt, maar we hebben ook een heleboel dingen nog laten liggen. En dan zijn het met name de vrijwillige commitments en het gebrek aan accountability. Wie houdt wie verantwoordelijk, vooral als het om grote mondiale problemen gaat, voor het veroorzaken voor het probleem van het probleem en voor het oplossen en financieren van dat probleem. En het gaat dus met name in Rio over het verdelingsvraagstuk. Er gaan spanningen internationaal ontstaan en iedere top die die spanning niet heads-on wil adresseren, die pijnlijke beslissingen die daarmee gepaard gaan niet wil nemen, die is gedoemd tot mislukken. We zijn er nog niet over eens in de onderhandelingen waar Rio eigenlijk toe moet leiden. Moet het een heel gedetailleerde roadmap worden voor Green Economy, een goed gevulde toolbox, of wordt het een politieke verklaring? En er is zo wat sepsis na de mislukking van Kopenhagen, de multilaterale zombie als de Doha-ronde, of we er überhaupt nog wel uit kunnen komen. Ik ben optimistisch van aard en zeker met de zon buiten wil ik nogmaals benadrukken dat er ook heel veel hoop is. En dit is wel een van de conferenties waar het zou kunnen gebeuren dat we elkaar weer vinden als wereldgemeenschap. Bijvoorbeeld op het terrein van de groene economie, die is echt mogelijk, zeker in die BRIC-landen. Wat in feite de laboratoria voor nieuwe toekomstbeelden zijn. De grote angst van ontwikkelingslanden is, die westerse landen die gaan dit weer gebruiken van groen protectionisme, die gaan de grenzen dichtgooien voor al onze producten. Die roven wel onze bossen leeg, betalen geen rechten voor alle biodiversiteit die ze eruit halen, gebruiken ongelooflijk veel van de mondiale watervoorraden, maar tja, wij krijgen niks. We need to get the heads of state interested in Rio, rather than scared of it. Aan u de vraag, u moet mij helpen om ook Mark Rutte en alle anderen zover te krijgen. Dank u wel. Ja. Dan kom ik hier, eerlijk gezegd, via Wouter van Dieren. Dat gaat terug naar Limits to Growth. Ja, we gaan op weg naar Rio. Dat hoe we begonnen, we dachten dat gaat uitsluitend over het behoud van de natuur en de bescherming van het milieu. Maar al heel snel zijn de mensen uit alle volkeren, want dit is een wereldwijde consultatie geweest, dat is niet genoeg. Zo komen we er niet. We zullen ook andere prioriteiten heel herkenbaar met elkaar overeen moeten komen. Belangrijke zijn natuurlijk de uitbanning van armoede, maar ook bijvoorbeeld geen discriminatie van mensen. Iedere mens is de moeite waard, dat moet er maar eens gezegd worden. Dus veranderingen is niet langer een zaak van alleen de regering. Het is een zaak gemeenschappelijk van bedrijfsleven, civil society en politiek. Het laatste punt. Tientallen jaren ben ik opgegroeid met de gedachte, ook als burger, naarmate je dingen maar rationeler doet en wetenschappelijker, dan gaat het beter. Dus kom bij mij niet zeuren over spiritualiteit en godsdiensten, daar worden we alleen maar slechter van. Verhulde dingen, opium voor het volk, dat is veranderd. Mensen, hebben wij vastgesteld over de hele wereld, zijn wij bedonderd. De spiritualiteit is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Het is dus hoog tijd dat er een nieuwe weg gevonden wordt om OECD-landen, dat zijn die landen die voor de Green Economy nu gaan, krachtens een eigen rapport van dit voorjaar, en de BRICS-landen elkaar weten te vinden. En dan zul je zien, als je alleen China, Brazilië uitnodigt, vertel eens wat zijn jullie plannen, dat ze werkelijk hele goede plannen hebben. Ga nou meer niet zitten onderhandelen in Rio plus 20. Nodig elkaar uit, stimuleer elkaar. En hier vanmiddag zeg ik, Rio plus 20 is nog even weg. Laten we eens kijken wat we hier kunnen doen met goede suggesties. Dankjewel. Hey.
Stellingen. We hebben ongeveer 10 minuten per stelling. Ik zal elke keer aan het begin vragen of u het eens of oneens bent met de stelling. Daarna gaan we nog met elkaar kijken welke hoofdpunten we nou willen opbrengen met elkaar om de richting Rio te geven. Eens met de stelling, maar ik zou hem verder willen uitbreiden dat ook het bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf meepraten in die discussies, omdat we heel veel te bieden hebben op technologisch gebied. Ik ben het niet mee eens, is omdat voordat je naar buiten gaat, extern partnership aansluiten, moet je wel intern stevig zijn. Dus Nederlandse samenleving binnen Nederlandse maatschappij moet ook die maatschappelijke organisaties met overheid en met bedrijfsleven en met consumenten en met burgers moeten over één zijn eerst. Dus eerst moeten onze eigen precies, eigen helderheid. Maar dat is dan het ontbreek volgens mij. Ik ben het er mee eens, maar ik heb er een maar bij, dus ik maak een tweekleurig statement. Laat het alsjeblieft geen excuus zijn om zelf iets te doen en een standpunt in te nemen. Ik zou ervoor pleiten om de Nederlandse NGO's die zich hiermee bezighouden eerst eens met elkaar te laten fuseren. Ik had geen kaartje, maar ik zou een groene hebben opgestoken, omdat ik aansluitend bij wat Ruud Lubbers erover zei, naar de huidige ontwikkelingen in de wereld kijk als fundamentele veranderingen. En wie de geschiedenis leest, kan gewoon constateren dat fundamentele veranderingen, die komen nooit van bovenaf. Die komen altijd van onderop. En waar het dus om gaat, dat is dat het maatschappelijke veld zich zo sterk mogelijk presenteert in Rio en eigenlijk de ruimte voor de politieke leiders om daar weg te komen dicht fietst, zou ik zeggen. Laten we snel naar de volgende gaan. Dank je, Herman. Het is niet eerlijk om aan opkomende economieën te vragen over te schakelen op een groene economie. Voor groen tegen rood. Kijk, het mag niet eerlijk zijn, maar we gaan het ze wel vragen in ieder geval. Waar deze stemming waar voor is, is voor landen in Afrika, voor de minst ontwikkelde landen. Die kunnen die transitie niet doen zonder dat wij ze assistentie bieden en technologie overdragen. Als je kijkt welke landen in de wereld op dit moment voorop lopen in het ontwikkelen van wat ik maar noem eigentijdse 21ste eeuwse economie en technologie, dat zijn niet de westerse landen, dat zijn de China's en de India's en de Braziliërs van deze wereld. Dank je. We gaan gauw naar de volgende stelling. Bedrijven moeten verplicht informatie geven aan consumenten over de herkomst van grondstoffen en de producten die ze te koop aanbieden. Wie is hier voor groen, wie is hier tegen rood? Ik denk dat je bedrijven moet verleiden informatie te geven over wat erin zit. En dat moet je doen door, als ze dat niet doen, dan koop je gewoon niks meer bij ze. Ik denk dat misschien als ideaal mooi is. Van de andere kant moet je niet al te hoge verwachtingen hebben dat nou het consumentengedrag ontzettend zal gaan veranderen. Want je krijgt namelijk een etiket dat ongeveer even groot is als een bijsluiter voor je medicijnen. Wat zijn er niemand meer gaat lezen. Ik denk dat het niet ver genoeg gaat. Dus als je biomassa bijvoorbeeld importeert uit een land waar geen duurzaamheidscriteria aan gekoppeld zijn, maar je weet wel dat het uit een bepaald land komt, dan ben je toch even goed water naar de zee aan het dragen. Dus ik denk dat de duurzaamheidscriteria gekoppeld moeten worden aan een certificaat van oorsprong. Wat ik zeggen wilde is dat ik het eigenlijk ook wenselijk vind dat bedrijven wel weten waar hun producten vandaan komen. Dus als bedrijven dat nu niet weten, dan zou dit certificaat misschien ook gewoon bedrijven helpen dat ze wel weten waar iedere productiestap vandaan komt. En dat was een van de main redenen hoezo ik ervoor gestemd heb. Een heel mooi voorbeeld is, ik weet niet of mensen hier in de zaal dat kennen, de Sustainable Medicine Index. Dat is ontwikkeld door een Nederlander. En die heeft kans gezien om in de afgelopen periode alle grote farmaceutische bedrijven informatie te ontlokken en die te verwerken in een index op het punt van of zij ook op een goede manier medicijnen beschikbaar stellen en ontwikkelen voor ziektes in ontwikkelingslanden. En dat is een geweldig succes. En die bedrijven die buitelen nu over elkaar heen om als het ware ook op dat punt het goede te doen. Dus op dat soort manieren kun je zowel uitnodigende als uiteindelijk ook enigszins dwingende constructen maken om dat te doen. We praten hier over de Rio Plus 20, de UN Summit. De hele ontwikkelingsfinanciering moet ook eigenlijk
bij een soort duurzaamheid criteria zijn. Want onze overheden, en China ook nu, heel veel van wat zij investeren, heeft absoluut geen criteria voor duurzaamheid. Nu dat we hebben een financiële crisis, er zijn trillions of dollars die zijn gewoon geboden aan landen zonder duurzaamheidscriteria. Griekenland en zo. Oké, je moet meer geld hebben, maar je moet de duurzaamheidscriteria ook stellen aan die geld. En groene banen. We kunnen veel, veel doen en Rio is echt een fantastisch platform om dit te kunnen doen. Realiseren. Goed. In Bolivia en Ecuador is nu natuur, de rechten van de natuur zijn nu verankerd in volgens mij grondwetten. Dus laten we daar ook eens naar kijken. Oké. En snel naar de laatste. En lokale, kleine, schalige oplossingen zijn de oplossing. Global governance is te abstract om gedragsverandering in gang te zetten. Wie is hier voor? Groen, wie is tegen? Rood. Yes. Want dit is een systemic issue. Het moet over grootschaal systemic aanpak. En over die kleinschalige oplossing is het onderdeel van het systeem. Ik vind het heel belangrijk de houding van waaruit je lokaal wat probeert te doen. Want als je inderdaad, think global, act local, hoe ga ik mijn eigen hachie lopen redden? En ik heb mezelf ook wekpotjes zien sparen voor het groentetuintje wat ik later ga beginnen. Dan krijg je heel veel kleine beetjes die nog steeds een beetje zijn. Maar als je think global, act local, kijkt hoe jij bij kan dragen mondiaal, dan denk ik dat dat een ontzettend belangrijke beweging is. En niet zozeer omdat, niet zozeer in uiterlijke zin de bijdrage die je levert, maar veel meer de houding van waaruit de dingen in gang gezet worden. Eigenlijk moet het woord global worden, hè? We moeten allemaal global. Even over die kleinschaligheid. Als wij in Nederland naar 100% duurzame energievoorziening zouden willen, dan moeten we in ieder geval denken aan bijvoorbeeld grootschalige toepassing van wind op de Noordzee. Dat is dus niet kleine, lokale kleinschalige oplossingen. Als 1/3 van onze energievraag uit biomassa zou moeten komen tegen die tijd, dan zullen we dat voor een belangrijk deel moeten gaan importeren. Dan praat je dus niet over lokale kleinschalige oplossingen. Maar als je werkelijk grote slagen wilt maken en als Eneco ook geld wil verdienen, dan moet het dus heel anders. Het is vooral ook gewoon belangrijk om conflicten in de wereld te voorkomen, dat een ieder zijn eigen energievoorziening kan regelen, lokaal. Zonder dat we daar oorlogen voor hoeven te voeren. We zitten allemaal achter onze laptop en die mevrouw daar die zit achter haar iPad op het ogenblik. En dat is de kleinschalige toepassing van die technologie. Maar die is wel verbonden met alle andere via een netwerk, waardoor de grote schaal ook van belang is. Dus het gaat over het vinden van intelligente combinaties tussen de grote en de kleine schaal. Ik wil dat jullie dadelijk in groepjes van 3 of 4 chaostheorieën bij elkaar gaan zitten. En bedenk welke 3 hoofdpunten je mee wil geven aan Rio Plus 20. Volgens mij heeft Kitty zojuist de afronding van deze bijeenkomst op een perfecte manier gedaan. En ik zou er alleen nog maar aan toe willen voegen dat we ons gelukkig mogen prijzen dat er mensen zoals zij daar zich nog voor inspannen in dit land. Want eerlijk gezegd, als ik zie wat er van ons naar het buitenland trekt soms, dan kan ik mijn gevoelens van plaatsvervangende schaamte niet helemaal bedwingen, laat ik het maar zo zeggen. Dus we zitten wat dat betreft heel moeilijk. En des te blijer ben ik dat jij dat doet en dat jij hier vandaag met ons bent komen zeggen wat je hebt gezegd. Namelijk dat het toch aan ons is, aan de samenleving is, aan maatschappelijke organisaties is, aan de burgers van deze, van dit land, niet alleen, maar van deze wereld. Hè, want we zijn in wezen zijn we wereldburgers. En daar gaat in essentie wat mij betreft Rio over. Ja, dat uiteindelijk bewustzijnsontwikkeling de echte drijver en de echte dynamiek creëert in het evolutionaire proces. Dat is in feite wat er iedere keer weer aan de hand is. En we staan dus nu op een punt in de geschiedenis, ja, waarop we dat stukje bewustzijn moeten toevoegen aan de manier waarop we opereren om als goede wereldburgers in deze tijd te kunnen staan. Sylvia Borre, we hebben net een boeiend debat achter de rug. Ja. Wat vond u er zelf van? Nou, wat ik leuk vind om te merken is dat heel veel mensen heel goed weten hoe de zaak in elkaar zit. Verandering willen.
pleiten voor het ophouden met het subsidiëren en steunen van de niet duurzame elementen van de industrie en van de manier dat wij de belasting regelen of wat dan ook. En pleiten voor dat we eerlijk gaan spelen met ontwikkelingslanden. Dus ik had het gevoel dat er niet helemaal, maar een grote consensus was over de doelen die we willen bereiken. En dat veel behoefte is dat Rio plus 20 veel ambitieuzer aangepakt wordt dan hoe onze regering er nu in lijkt te staan. Meneer Lubbers, wat vond u ervan? Bent u tevreden met dit debat? Ik geloof dat het helemaal aan zijn doel beantwoordde. Het is een deel van het springtij, maar nu focus op Rio plus 20. Hier in de prachtige Terschelling. Het is maar een deelsessie, maar ik vond het een succesvolle sessie ook om die reden. En hoe denkt u dat zoiets als die spiritualiteit die opkomt, hoe zou die dan bijvoorbeeld in het Rio plus 20 proces iets op gang kunnen brengen? Het zou dus geweldig zijn als de mensen die daar zijn zeggen, wij vinden dat de moeite waard. En wij proberen iedereen in onze eigen levenssfeer, kan dus ook op bedrijven zijn, hè, per goed begrip, aandacht te geven aan de behoefte aan harmonie. In het algemeen, bij dit soort van grote transities, zijn degenen die, laat ik maar zeggen, de verantwoordelijkheid hebben om de bestaande orde te laten functioneren, die zijn nogal terughoudend om sterke vernieuwing toe te laten. Dus die doen dat niet uit zichzelf. Het is niet zo dat de druk om te komen tot een duurzame economie en samenleving komt van onze bestuurders. Nee, die druk die komt uit de samenleving. En om die bestuurders een handje te helpen hetgene te doen wat nu aan de orde is, moet die druk uit de samenleving zo groot mogelijk zijn.